Voor de vijfde landelijke groeistudie heeft TNO samen met het VUMC in Amsterdam en het LUMC in Leiden in Nederland ongeveer 20.000 kinderen gemeten. Die metingen zijn uitgevoerd door de GGD'en en de consultatiebureaus. En die gegevens hebben we verwerkt tot nieuwe groeidiagrammen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de gezondheidstoestand van kinderen in Nederland ten opzichte van andere landen goed is. De kinderen in Nederland zijn de langste ter wereld. We hebben in Nederland goede gezondheidszorg, goede hygiëne, weinig verschillen in welvaart en goede voeding. En dat zorgt ervoor dat de meeste kinderen in Nederland optimaal kunnen groeien. De resultaten geven ook aan dat de groei over de generaties in Nederland is gestopt. Dat betekent dat kinderen niet meer langer worden dan hun ouders. Misschien is 1,84 voor jongens en 1,71 voor meisjes wel de maximaal haalbare lengte voor een populatie. Maar waarschijnlijker is het dat de leefomstandigheden niet verder zijn verbeterd. Misschien zijn ze zelfs wel verslechterd, want de kinderen in Nederland zijn niet langer geworden, maar wel zwaarder. We hebben voor dit onderzoek ook apart gekeken naar de lengte van kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst in Nederland. Zij zijn op de leeftijd van 20 jaar zo'n 6 tot 8 centimeter kleiner dan kinderen van Nederlandse afkomst. Zij zijn nog wel toegenomen in lengte sinds 1997, dus zij zijn nog wel langer geworden dan hun ouders. De resultaten van de vijfde landelijke groeistudie zijn gebruikt om nieuwe groeidiagrammen te maken voor de praktijk. Voor de lengte zijn de data uit 2009 gebruikt. Voor het gewicht hebben we gebruik gemaakt van de gegevens uit 1980. Dat zijn gegevens van voor de obesitas-epidemie. En die zijn daardoor meer geschikt om als referentie te gebruiken dan de nieuwe waarden die we verzameld hebben. Als we de nieuwe data zouden gebruiken, zouden we eigenlijk de grenzen voor overgewicht verleggen. Nauwkeurig meten en wegen is belangrijk om te voorkomen dat kinderen onterecht verwezen worden. Bij een afwijkend groeipatroon wordt een kind doorverwezen om te achterhalen wat de oorzaak is van de afwijking in de groei. Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter. Over het algemeen is het gunstig als een kind vroeg behandeld kan worden. TNO heeft een gratis app ontwikkeld die iGrow heet. Met die app kunnen ouders eenvoudig kijken hoe hun kind groeit, hoe lang hun kind gaat worden en of hun kind een gezond gewicht heeft. Over 10 tot 15 jaar zullen we opnieuw naar de groei van kinderen in Nederland kijken om te zien of er vernieuwing van de groeidiagrammen nodig is.